Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Wilma en het is weer tijd voor een KVPS-vlag. In deze vlag ben ik op de centrale keuring. Veel van jullie zullen vast van de centrale keuring gehoord hebben. Net als de hengstenkeuring is dit een vrij groot evenement wat het KVPS organiseert. Afgelopen zomer zijn er gelukkig ook veel keuringen doorgegaan en een aantal vakdagen. De paarden die daar met een eerste premie thuis kwamen, hebben een uitnodiging ontvangen voor de centrale keuring. Merries kunnen tijdens een keuring in aanmerking komen voor 3 predicaten. Het sterpredicaat, het kroonpredicaat en het modelpredicaat. Het sterpredicaat kan verdiend worden op stamboekkeuringen of een vakdag. Het kroon- en modelpredicaat kan alleen op de centrale keuring worden behaald. Ook veulens met een eerste premie worden uitgenodigd voor de centrale keuring. Dat is gisteren al geweest, heb ik geen beelden van, omdat ik toen lintendame was. Daarover later meer. Maar per groep worden de veulens ook op tal gezet. Er wordt natuurlijk onderscheid gemaakt tussen hengstveulens en merrieveulens. Daarnaast kunnen ze ook nog in aanmerking komen voor de jeugdkampioenschap. We zijn inmiddels aangekomen aan het einde van deze rubriek modelmerries. De lintendames mogen vaak aan het einde van de rubriek in actie komen en eventueel de bloemen en vaantjes te overhandigen. Ik wil graag nog even stilstaan bij het overlijden van Janneke Venema, die 56 jaar mocht worden. Hechtte grote waarde aan het Friese paard, de Friese cultuur en de folklore die daarbij hoort. Ze is altijd fleurig en positief lintendame geweest en heeft zich daarvoor altijd goed ingezet en droeg het Friese paard ook een warm hart toe. Voor nu vandaag zijn toevallig mijn zus en moeder onder andere lintendame naast Diana Hoijsma Lantinga. Vromi van der Tol kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar ook zij volgt de livestream en is er op die manier toch een beetje bij. Zojuist heb ik jullie al wat verteld over de lintendames. Ik heb ze nou naast mij verzameld, 2 van de 3. Wat dragen jullie vandaag? Wij dragen alle 3 een kostuum uit 1860. En je hebt in verschillende eeuwen heb je verschillende drachten, maar deze is allemaal precies op 1860, 1870. Zo. Keurig, jullie zien er prachtig uit in het Fries kostuum. Wat is jullie functie precies? Want dat weten de mensen natuurlijk niet. Wij zorgen dat de juryleden of de bestuursleden de juiste linten uitreiken, de juiste vergoedingen, de juiste bloemen. Dus dat alles bij de juiste persoon paard komt. Dat is een hele verantwoordelijke taak. Ja, maar ook heel erg leuk. Ook heel erg leuk. Bedankt dat jullie mij even te woord wilden staan. Graag gedaan. Voor het eerst dit jaar wordt op de centrale keuring de Sersina trofee uitgereikt. Dit is een trofee voor 7 jaar of oudere merries die aanwezig zijn op de centrale keuring en minimaal subtop lopen. Petra van der Heuvel heeft deze mooie prijs mogelijk gemaakt en zet daarmee de merrie in het zonnetje in zowel het exterieur, beweging als sportprestatie tot de allerbeste van het ras hoort. Tape 100. Op de centrale keuring mag ik natuurlijk de Pavo Friso bokaal niet vergeten. Ze starten al het hele zomerseizoen natuurlijk met de voorbereidende wedstrijden. Daar wordt dan een selectie uit opgemaakt. Dan is de woensdags van de centrale keuring de halve finale voor de merries. En op de donderdags voor de hengsten en ruinen. Op vrijdags wordt het paard dan uitbesteed aan de gastruiter. De beste 3 mogen door. De gastruiter geeft zijn bevindingen door. En vanuit daar wordt de kampioen bepaald. Dan is er ook nog de Pavo Friso bokaal voor de tuigsport. Daar worden de leeftijden en de paarden bij elkaar in 1 groep verreden dit jaar. Volgend jaar bij meer deelnames zal dit waarschijnlijk weer worden opgesplitst. Ook hebben we nog het kampioenschap 2-span voor de chaise. Zilver, dat is voor Jelle van der Kooi. Dat betekent het goud gaat naar Augustinus Hoekstra. De merries voor de chaise en de jonge fokker van het jaar van Jong KVPS. Ik zou zeggen dat we in huis hadden. De jonge fokker van dit jaar is in Sissal. Ik wil u daar een beetje onder de vrouw.